Nou, in Almelo worden al bijna 30 jaar, volgens mij al ruim 30 jaar, asielzoekers opgevangen aan de Vriezenveenseweg. Dat zijn ongeveer een 380, 390 plekken die we daar samen met COA in bedrijf hebben. En sinds enige tijd, sinds de afgelopen zomer, worden er in Almelo ook in het kader van de zogenaamde crisisnoodopvang extra asielzoekers opgevangen. En dat gebeurde aanvankelijk in de voormalige brandweerkazerne aan de Vriezenveenseweg tot 1 oktober. En vanaf medio november, ik geloof vanaf volgende week, gaat de gemeente Almelo op verzoek van het kabinet 60 asielzoekers opvangen in een gebouw aan de Brugstraat in Almelo. En dat doen we tot 1 januari. En uiterlijk tot 1 april. Dus er zit een verlengingsmogelijkheid in. En daarmee proberen we het kabinet te helpen om de enorme toevloed van asielzoekers in dit land, die nog niet in de opvang kunnen, in een reguliere asielzoekerscentra, om die onder dak te brengen. In Almelo hebben wij een goede traditie waar vreemdelingen welkom zijn in onze poorten. En dat geldt dus ook voor deze asielzoekers. Dat is al jarenlang, gaat dat ook heel erg goed. En ik weet dat daar in de raad, maar ook in de samenleving, soms wisselende gedachten over zijn. Maar die ervaringen zijn positief. En ik denk ook niet dat de spreidingswet die het kabinet nu heeft aangekondigd, ja, die zal eigenlijk geen effect hebben op Almelo, want wij doen al het nodige. Er was eerst sprake van dat er in het oude RMD-gebouw opgevangen zou worden. En waarom is dat niet doorgegaan? Dat is een uiterlijk, qua ruimte zou dat een heel erg geschikt gebouw zijn om daar ook crisisnoodopvang in onder te brengen. Maar bij het verdere onderzoek van het gebouw bleek dat er asbest in het gebouw verwerkt was. Daar is op zich niet zoveel mis mee, maar het was oud asbest dat op plekken zat die wij moesten gaan beroeren. Die we moesten openmaken om het gebouw geschikt te maken voor bewoning. Ja, en dan heb je een enorme operatie, want dan moet je dat asbest gaan verwijderen. Dat duurt lang, dat kost veel geld. Dat zou zo lang duren dat de crisisnoodopvang eigenlijk dan niet meer nodig zou zijn. En dat betekent dat we het naar een andere locatie hebben omgezien.